maandagmorgen. Oftewel, de maandag na het kerstfeestje. Hebben we een kater? Nee. Was het leuk? Ja. Nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Wat er deze week gaat gebeuren is eigenlijk gewoon rommel ruimen. Achterstallige bestellingen versturen. Mailtjes beantwoorden. Ja, en wat er allemaal op ons pad gaat komen. Dat gaan we natuurlijk zien. Ik neem je vandaag in ieder geval mee naar een paar nieuwe draadjes die we ondertussen hebben binnengekregen. Waar ik nog geen tijd voor heb gehad om te kunnen laten zien. Joke komt vandaag. Monique komt vandaag. Lineke komt vandaag. Dus gezellig, volle bak gaat het weer worden. En ik zou zeggen, blijf kijken, want dit is een nieuwe week. En je weet het maar nooit bij Perapasje wat er allemaal gaat gebeuren. Dus ik zeg... Jay heeft een heel groot kersthuis gemaakt. Leuk voor kinderen om in te spelen bijvoorbeeld. Maar kijk, dit is even lekker lief liggen. Heb jij een hondenhokje, schat? Hé? Heb jij het hondenhokje van Mr. J overgenomen? Ga maar lekker slapen. Hai, wat Hai. Leuk. Wat, jij flirt helemaal op tussen die ballonnen. Ja, doe eens even een tijgergeluidje. Of ben je meer een panter? Of wat ben je meer een zebra? Ik ben vandaag weer bezig, zeg maar. Ja. Maandag? Ja. Ja. Hoe gaat je dag? Ja, lekker. Waar ben je nou? Lekker. Ik zie je niet. Oh, daar ben je. Ja? Dus, na alle hectiek is het lekker rustig vandaag. Fijn, hè? Ja, heerlijk. Oh, daar ben je. Nou oh, hè? Ja, wat doe jij? Allemaal ballonnen hier. Ah, maar wat ben je aan het doen? Ik ben aan het neerleggen dat jij dingen moet doen. Ik heb nu weer tijd even om andere dingen te doen. Ik ben dingen aan het nakijken van mensen die gemaild hebben. Ik ben dingen aan het bijvullen. We hebben weer een hele leuke wolmolen. Oh, leuk. Ga ik een leuk plekje voor zoeken. Ja. En wat doe jij? Ja, filmen. Laat het hier. Nee, ik bedoel, men. Oh! En wat doe jij? Laat het ons hieronder vooral. Ja! Weten. Oh, je vraagt. Het, wacht, doe het even als oproep. Oh ja. 3, 2, 1. Nou, wij zijn op maandag allemaal leuke dingen aan het doen. We laten jullie dat iedere week weer zien. Maar onze vraag aan jullie is: wat doe jij op maandag? Joke? Ja. Je moet nu echt gaan kappen, hè? Kappen. Je moet gaan kappen. Zeker. Weet je waarom? Nee. De pakketten van de boompjes zijn bijna uitverkocht. Serieus? Nieuw op de webshop. Bos heet dat toch? Kerstbos. Kerstbos. Ja, maar je moet dus echt... Hey, hoe is het met je kerstbos? Nou, ik ben pas geweest. Oh, dat bedoel je niet. Nee, niet dat kerstbos. Eerder dat... De boompjes. Oh, bijna uitverkocht. Dus je moet echt gaan kappen nu, ja. Ja, ik ga kappen, bellen. Ja. Ik gooi dan dadelijk het beltje erbij neer als alle bomen gekapt zijn. Helemaal goed. En door. Ik hoor dat er wat geshowt gaat worden. Wat gaat er geshowt worden, meneer De Bruin? Ja, kijk eens. Ik heb sokken gehad. Ik was er net even niet. Ik zat heel even in overleg, maar ik ben hier blij mee. Zullen we gelijk live even kijken of ze ook passen? Nou, het is... Ja, vandaag is niet zo heel warm. Dus doe maar. Het mag wel. Hey, en ik ben vorige week vrijdag hier naar de pedicure geweest. Vorige week vrijdag? Ja, op de station staan. Oh, weet je waar dit naar uit? Ja. Je houdt niet van sokken, hè? Naar die korrels van de reclame zeker. Dat je helemaal... Leg je been even op de toonbank dan. Oh, wee. Nou, toonbank is een beetje te hoog. Wat ga je doen? Nou, ik ga ze even proberen aan te trekken. Ja, maar ik denk, jij gaat misschien hier nog even zitten of doen. Of, ja. Ja, nee. Bijna. Oh, ja, dat was hem inderdaad. Ik moest er even doorheen. Oh, en ze zitten goed, zitten ze. Kijk eens. Wauw. Even mijn hoedje goed doen. Nou. Nog een stuk of 6 paar, daar ben ik er. Wie maakt me los? Helemaal deze? Leuk. Dit is voor de winter toch leuk? Zeker. Ik wil gewoon al 100.000 sokken. Ja. Maak me gek. Maak me gek. Maak me gek. Maak me sok, maak me voet. Di-di-di-di-di-di. Helemaal leuk. Morgen. Morgen. Dinsdag. Dinsdag, ja. Wat had jij nou bij je? Wat liet jij me net zien? Feest. Oh, dat is echt super cute. Top. Is dat voor je baby? Ja, voor mijn baby. Is die een beetje groot? Nou ja, dit is van 1 man tot met 3. Je past het bijna zelf? Nou, nee. Oh, echt super cute. Wat heb je nog meer? Ik heb nog meer. Ik heb een nieuwboorsetje. Nieuwboorsetje, ja. En dan heb ik... Een doekje. Cute. Ja, dat is ook lekker voor jezelf als je op pad komt. Unboxing. Jay is even aan het unboxen. Ja. Oh ja, jasje. Ja, schattig. Tutteldoekjes. Heel belangrijk. Zeker. Hoe groot is die tas? Ik krijg kramp in mijn hand. Oh, dat is schattig. Zit er een prijsje op, Jay? Zit er een prijsje op? Oh, ja.
Ja, was niet in beeld hoor. 50% mama plus 50% papa. Ikke. Dan krijg ik toch bijna zin van om een baby te maken? Nee. Nee? Nee? Wat heb jij leuk aan? Enig? Leuk hè? Ja? Ja. Helemaal leuk. Het heeft wat nieuws aan. Maar leuk, Jay. Ja. Hè? Heel leuk. Leuk. Ah, die is schattig. Lekker wollig. Het is tenslotte een winterbaby. Ja, klopt. Ja. Hij komt in december. Oh, dus ik ben aan het aftellen. Ja. Zullen we een aftelkalender maken voor Jay? Oh ja, leuk. Een baby aftelkalender. Wie gaat een aftelkalender maken voor mij? Nou, als je daar nog leuke sokjes hebt gebreid voor Jay, of een leuk pakje hebt gebreid, of cadeautjes, kan je gewoon opsturen naar Oostland 28 in Pijnakker. Toch, Jay? Ja, zeker. Oh, we hebben hier iemand die kreupel is. Meneer, waarom heeft u een doos op uw hoofd? Ik moet het brengen. Ja, ga die maar naar tante Lieneke brengen. Rechtdoor. Ja. En waarom heb je je been in te... Naar rechts, naar rechts. Meer naar rechts. Nog meer naar rechts. Naar rechts. Nu rechtdoor. Dan loop je vanzelf tegen je vader aan. Nee, naar rechts. Nu loop je tegen een molen aan. Goed zo, rechtdoor nu. Nee, een beetje naar links. Kinderarbeid hier. Echt, die is zo slecht. Jay, ik had toch gezegd dat we... Weet je? We hadden eigenlijk gewoon... Nee, dat kan ik allemaal niet zeggen. Toch? Rechts. Ja. Links, rechts. Nu naar beneden. Ja, nu rechtdoor. Nu rechtdoor. Ja. Ja. Ja, je bent er. He, hij mag weer af. Dat is... Ja. Nog een doos? Oké. Woensdagochtend. Het is 1:06 en ik loop naar mijn werk. Dus dat betekent dat ik om 6:02 bij mijn werk ben. Maar vandaag gaat het heel leuk worden, want... Dan ga ik stilstaan, ik beweeg niet zo. Vandaag krijgt Jay te horen welk nummer hij in de bestsellerlijst terecht is gekomen. De bestseller 60, oftewel de 60 best verkochte boeken van deze week. Dan moet je denken aan de grote namen. Camino, Stephen King, noem het op. Al die boeken staan in die lijst en daar kan Jay dus terecht in komen. En ik weet stiekem welk nummer die al staat. Dat heb ik gisteren van de uitgever gehoord. Maar ik heb nog niks gezegd. Dus we gaan hem vandaag verrassen. Dus blijf kijken. Hey, ja. Vandaag krijg jij te horen waar je in de bestsellerlijst staat. Ja, dat klopt. Ben je eigenlijk aan het doen? Ja, ik ben aan het nieuws lezen. Zeg maar, geschiedenis. Zeg maar. Geschiedenis? Oh jee. In Turkije heb... Wacht, moment. Sapje, we krijgen een geschiedenislesje. Ben je zover? Ja. Oké, okay, luister even mee. In Turkije hebben ze een monument gevonden. Een monument. Ja, 12.000 jaar geleden gemaakt. 12.000 jaar geleden? Ja. Of 1200? Nee, 12.000. 12.000. Dat is 3 nullen. Ja, 3 nullen. Ja? 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 Kijk eens. Hij heeft zijn piemel vast. Toen hielden ze de... Wist je dat ze 12.000 jaar geleden dus ook al piemels vasthouden? Je kan hem ook niet laten hangen. Ja. Nee, dat is waar. Ja. Nou ja, jij wel. Nee, daarom. Lekker laten hangen die handel. Ik ga hem ook even vasthouden, ja? Ja, doe ik even boven dan. Doe maar. Ja, doei. Doei. Os, waar ben jij nou weer mee bezig? Ja, Jay moet even een video opnemen. Dat vind ik altijd een beetje lastig. Maar deze video moet naar zijn uitgever. Want hij heeft net te horen gekregen dat hij op achterspraak had. Best in de lijst. Dus nu gaat hij een video opnemen. Dus, Het is nogal veel tekst, dat is het. Veel tekst, ja. Nou, ready. Ready. Een soort autocue op je buik. Misschien wat later. Wat is gebeurd? Ja? Ik ben zojuist verrast door mijn collega's. Dus ik ben de tweede keer in de lijst van de bestseller 60 op nummer 8 terechtgekomen met mijn boek Kersjuist tussen haken. Oh, goed, ja. Als je hem nog niet bestelt, bestel hem nu met de kortingscode bestseller. En betaalde geen verzendkosten. Heel goed. Ja. Hey, wat zijn jullie aan het doen? Pakketjes maken. Hallo. Voor wat? Het bos en de bus. Oh, is dit een soort van Odenneboom? Ja. Wat zijn je takjes wonderschoon? Ja. Ja? Als je geen huis hebt, dan doe je alleen het bos. Doe dan het bos. Zakje van Mr. J. Is dat Mr. J's zak? Ja. Zijn dit je ballen, Jay? Ja, dit zijn mijn ballen. Twee is genoeg. Twee balletjes. Twee Mr. J heeft ook maar twee balletjes. Ja, excuus. Ja? En in elk doosje gaan maar twee balletjes. Ik weet het niet. Ja? Dus voor het weten al die vrouwen van Nederland straks zwanger die bezig zijn met een bos. Ja.
Nee. Nee. Hi. Welke dag is het? Zo, te lang nadenken. Te lang nadenken, Woesje. Waarom heb jij een trui aan? Is het winter? Nee, nog, maar ik ga het zo weer uitdoen. Ah, oké. Heb je gezien, Chase, nieuwe spullen erin aan het zetten? Je zat net al te kijken, ja. Even, hè? Maar leuk zei ze, hè? Kijk. Hoe heet deze? Funny socks. Funny socks. Funny socks, Mr. J. Funny socks. Ja, die krijg je erbij. We krijgen altijd één sok erbij. Dat is... Ja, maar ik zat net al te kijken. En het grappige... Nou ja, ik ervaar twee dingen op deze sok. Eén, ja? Welke van deze zes kleuren is het? Als je het weet, wijst hem aan. Maar twee, ik weet dat het machinaal gebreid is. Maar dit kan zelfs mijn moeder aan met haar kunstknie en opgezette benen. Sorry, mam. Maar deze pas jij ook? Misschien kan je het al steunen. Zeker. Deze pas je zeker. Ja, dus heb je dikke kuiten. Ja, dan kan je gewoon deze sokken breien. Want deze is gewoon genoeg. Ja, spekfect. Spekfect. Oh, Jay doet even nog een mutsje. Een slaapmutsje. Nee, maar dat is wel voor je baby. Maar dat is het. Ormer. Oorwarmers, doe die andere ook even. Deze is te wijd, denk ik. Nee, hij heeft grote oren, dus dat scheelt. Kijken? Ja? Ja, laat maar los. Laat maar. Nee, dat is mijn... Zie, hij is te los. Hij is te los. Is toch te los. Dus kijk, ook voor grote oren moet je hele grote oren hebben. Dan, wat kost het, Jay? Wat kost deze? Want ik vind deze ook leuk. Even kijken. Wat kost deze? Oh, sorry. Sorry, Mr. Jay, de bestseller-auteur. Wat kost deze? Ongeveer 11 euro, denk ik. Ongeveer, maar ik vind deze ook erg leuk. Leuk! Nieuwe sokkenwol. Nou, ik ga weer even uit mijn perrapasje mok koffie drinken. Ja, dat is de hoogste tijd. Nou, dag. Hi. 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 Hi, wat is jouw werkplek opgeruimd? Ja. En ligt daar wat ik denk dat daar ligt? Ja. Is dat de aftelkalender voor Sinterklaas? Ja. Kan ik nog niet zien. Nee, nee, even wachten. Nog even wachten, inderdaad. Oh, ik ben benieuwd. Maar ik ga hem wel aankondigen dit weekend. Dus als je de vlog kijkt, dan... Oh, daar is Jay. Hi. Ben jij van plan om aan de schijt te gaan? Ja. Echt? Met keukenpapier. Oh, is keukenpapier. Wat een rollen, zeg. Ja, hè? Wat doe je daarmee? Ja, ik doe niks. Mijn vrouw doet het wel wat. Hé? Gebruik je ook keukenpapier? Ja, maar niet deze rollen. Dit zijn mega rollen. Ja, dat is een aanbieding in de kruidvat. Steeds verrassend, nooit voordelig. Hi. Hi. Ja, oh, hi. Ah, ja, we moeten altijd wat harder praten buiten. Ja. Wat heb je hier allemaal staan, joh? Wat een meuk. Ga je verhuizen? Nou, ik niet. Niet? Oh, kijk, daar is die. Daar is die. Hij kan gewoon voor de deur parkeren. Hoe fijn is dat? Nou, lekker, doosjes dan. Oh, dendeboom. Oh, dendeboom. Ja. Wat ben je aan het doen? Pakketjes. Pakketjes van kersthuizen. Kersthuizen? Kersthuizen? Kersthuisjes. Kersthuisjes maken. Jouw bestsellerboek. Ja. Ja. Non-stop pakket maken. Als je een pakket nog niet bestelt, bestel hem nu. Ja, zet er een linkje hieronder dan. Ja. Ja, als ik hem zet dan morgen, overmorgen, moet ik hem wel, dit vergeet ik niet. Jawel, ik zet er een link. En dan, het is allemaal quattro van langjaars, maar er zijn wat kleurtjes op aan het raken nu, hè? Dus je bent aan het vervangen. Dus vervangen katoentjes zet ik in die doos. Ja, dezelfde kleur van een ander merk. Ja, zeker. Ah, ja. Nou, leuk, succes! Ik ga zo lekker naar huis. Cool. Doei! Doei! Wat ben je aan het doen, Jay? Oh, je bent aan het filmen? Ja. Ik zit er, jij weet het niet, hè? Ik ging het in mijn boos. Nee, ik ga je vertellen. Let op. Ja, vertel. Dit bankje is voor de medewerker van de maand. Ja, oh, oké. En jij had hier nog niet gezeten. Nee. Kijk, want we hebben een heel mooi bord laten maken voor jou. Medewerker van de maand. Nou. Steek je duim even op. Kijk, je bent nou een bestseller, dus jij mag nou ook op het bord. Ja, hè? Medewerker van de maand, augustus. Mr. J. Yeah! Hallo! Hey. Hi, hoe content ben jij van deze content? Ik ben content als jij het bent. Oh echt, wat ben jij aan het doen? Ik ben aan het schuiven. Want waar gaan we heen? Nou, we gaan van links naar rechts. Ja? Nee, maar meer schuif ik niet. Oh. Want anders ben ik heel de dag van rechts naar links ook bezig. Oh, maar ook sokken wel een beetje opschuiven, zodat aan het begin, waar de mensen binnenkomen en nog vers ideeën nodig hebben, dat hier dan de allernieuwste sokken wel liggen. Oh, en heb je ook een voorbeeld sok? Oude sok. Laat eens even zien, oude sok. Ik heb hier een sok.
en hier een sok. Maar jij bent niet van de sokken, hè? Nee. Nee, maar ik vind... Ja, ik wel. Ik vind het dan vies om dit vast te houden. Echt, vind je dit vies? Ze zijn hartstikke nieuw. Helemaal enkel sokken. Helemaal... En sokken. Oh, wil je mijn voetjes zien? Ik ben naar de pedicure geweest. Oh, lekker. Ja. Oh, lekker. Leuk. Ik ook al twee likdoors. Oh, twee. Waar? Ja, aan de zijkant. Oh. Drukpunten, hey, ik heb het wel. Ja, ja, nee. Drukpunt, je hoort ook s'avonds bij de fileberichten. Drukpunt. Ja, ja. Nou, 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 ben ik. Ja, nee, en ik, want ik had nou, ook ja. een lik door. Nou, dus. ik weet niet wat hier aan de hand is, maar Jay is het niet heel voordelig voor de vlog, zo zeg nee. maar. Ik draai even de andere kant op. Ja, wat zijn jullie aan het doen hier? We zijn uitknippen. Uitknippen? Nee, rekken. Rekken? Rekken. Oh, die mevrouw wist niet welke maat ring ze wilde. Ja, we kijken even dat we welke maat hebben. Oké. Okay. Hij is wel heel mooi. Ja, zeker. Nou ja, wie beter dan Mr. J zelf kan je helpen. Dus dat. Na de kersthuisjes de mandala's. Ik voel weer wat aankomen. Goedemorgen. 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 Hoe is het nou? Goed hoor. Wat een big smile. Waarom moesten wij zo lachen? Er was al iemand voor Lijntje hier. Wat zegt u? Maar dat volgende week pas. Serieus? Ja, die valt er ja, als mensen dit zien, ja, dan is het nog steeds volgende week pas. Dan is het nog steeds volgende ja. week pas. Ja. Ja, wordt een lange week voor die mevrouw dan. Ja. Die kwam best van ver. Ja, die ja. was gewoon ja. heel enthousiast. Ja, te. Die wilde hem heel te. Graag hebben. Nee, wij moeten nog een weekje aan de slag, hè, voor... Even gedeeld nog. Vreselijk. Nou. Wat een feest. En dat was het. Je hoorde het al, de eerste klanten voor Nijntje stonden al vandaag bij ons in de winkel. Maar dat is 31 augustus. 31 augustus vanaf 11 uur komt Kimberly haar boek, het grote Nijntje haakboek, signeren. En Nijntje zelf is ook aanwezig. Je kan met Nijntje op de foto, je mag met Nijntje knuffelen, je mag met Nijntje doen wat je wil. Maar voor nu ga ik deze vlog afsluiten. Ik zeg... Dikke kus. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week. Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. Reacties hieronder vind ik hartstikke leuk, want ik lees ze altijd iedere week. Ook als je het niet leuk vindt, mag je ook zeggen. En thumbs up, hè. Ik zeg doei, tot volgende week.